Goedemiddag en welkom bij het zesde deel alweer van mijn college reeks over het onderwerp elektriciteit voor 3 MAVO voor het vak NASC. We gaan het vandaag hebben over wat aparte weerstanden, namelijk weerstanden die reageren op dingen van buitenaf. We gaan het hebben over een LDR en we gaan het hebben over een NTC. En dit bouwt dus een beetje voort op dat je weet überhaupt wat een weerstand is. We hebben de vorige keer gezien dat weerstanden in een schakeling kunnen worden ingebouwd om ervoor te zorgen dat de stroom zo laag mogelijk blijft. Want een weerstand die geeft aan dat een bepaald voorwerp stroom makkelijk of minder makkelijk doorlaat. Voorwerpen met een hoge weerstand zorgen ervoor dat de stroomsterkte door dat ding heen laag blijft. En dingen met een lage weerstand zorgen juist dat er heel veel stroom doorheen kan gaan. Nou, we gaan vandaag eens even kijken en... Als we het gaan hebben over dit soort dingen als een LDR en een NTC, moeten we niet alleen weten over wat er met weerstanden gebeuren, maar ook waar we ze voor kunnen gebruiken. En dat is namelijk automatische schakelingen. We willen tegenwoordig dus dat een heleboel elektrische apparatuur, dat die reageert op dingen van buitenaf. Dat wij niet tegen onze thermostaat hoeven te zeggen van, hey, ga de kamer eens een keer verwarmen. Maar dat je dus op een gegeven moment gaat zien dat dat ding dat zelf kan opmerken. Of dat je dus niet handmatig je eigen inbraakalarm moet aanzetten, maar tot dat gebeurt zo gauw iemand dus je ruitje intikt. Dus we willen weten dat dingen, elektrische schakelingen kunnen reageren op iets van buitenaf. En daar gebruiken we een automatische schakeling voor. En zo'n automatische schakeling, bijvoorbeeld zoals je hier op dat plaatje ook al ziet, van een lamp die je door te klappen aan en uit kunt zetten, die heeft eigenlijk 3 verschillende onderdelen. En het eerste onderdeel is een sensor, die produceert een elektrisch signaal dat afhangt van de omgeving. Die sensor met dat elektrische signaal, daar gaan we dus vandaag een beetje naar kijken. We gaan zien dat zo'n LDR en zo'n NTC eigenlijk een soort sensor zijn. We gaan zien wat een schakelaar is. Die schakelaar die krijgt een signaaltje van de sensor en die zet daarbij de stroom aan of uit. Die zorgt ervoor dat de lamp aangaat of die zorgt ervoor dat een sirene aangaat. En dan hebben we de actuator, zoals dat genoemd wordt. En een actuator die doet iets. Die zorgt ervoor dat het licht aangaat. Dat is dus de lamp in het hele geheel. Of dat is de zoomer, de sirene. Dus deze 3 onderdelen bestaat een automatische schakeling uit. Iets wat voelt, iets wat schakelt en iets wat reageert. Nou, we gaan vandaag kijken naar zo'n sensor. Dus iets wat eigenlijk aan het voelen is. En dat is een LDR. Een LDR in het Engels staat voor een light dependent resistor. Oftewel een lichtsafhankelijke weerstand. En het is dus een weerstand die gevoelig is voor hoeveel licht erop valt. Als er namelijk meer licht op een LDR valt, zul je zien dat de weerstand kleiner wordt. Dus als ik met een lamp daarop schijn, zul je zien dat de weerstand van zo'n LDR omlaag gaat. Nou, wat wil dat dan in de praktijk op een gegeven moment zeggen? Als er dus meer licht op zijn LDR valt, dan neemt de weerstand ervan af. En als de weerstand van de LDR afneemt, kan er dus uiteindelijk meer stroom doorheen gaan. Dus je zult op een gegeven moment zien dat je dit kunt gebruiken als een sensor van of het licht aan is of niet. En dat je aan de hand daarvan dus stroompje kunt laten lopen en bijvoorbeeld een sensor aan kunt laten zetten. Nou, een NTC die lijkt daar een klein beetje op. Alleen is hij niet gevoelig voor licht, maar die is gevoelig voor de temperatuur van zijn omgeving. Dus het is eigenlijk een soort van kleine thermometer. En wat er bij zo'n NTC gebeurt, is NTC die heeft hoe hoger de temperatuur van de omgeving wordt, hoe lager de weerstand gaat worden. Dus als de temperatuur toeneemt, wordt de waarde van de weerstand van de NTC, die gaat omlaag. Nou, hoe kun je dat nou in de praktijk toepassen? Dus als de temperatuur van een NTC toeneemt, neemt de weerstand ervan af. En wat weten we als de weerstand afneemt? Dan zal je dus zien dat er meer stroom gaat lopen. Dus als het warmer wordt, gaat er meer stroom lopen door de schakeling met de NTC erin. En dat kun je op een gegeven moment gebruiken voor bijvoorbeeld een digitale thermometer. Als je zo'n NTC in combinatie met zo'n digitale thermometer dus weet te eiken. Dus als je hem bijvoorbeeld in water van 0 graden Celsius of in kokend water zet. Zou je dus kunnen gaan kijken, oké, hoeveel stroom gaat er lopen bij 0? Hoeveel stroom gaat er lopen bij 100 graden Celsius? En kun je dus op een gegeven moment je digitale thermometer dus verdelen in een heleboel onderlinge stukjes. Zo kun je dus met zo'n digitale thermometer in je oor daarin te stoppen. Kun je dus zonder zo'n hele vloeistofbuis kun je alsnog kijken wat je temperatuur is. En dit allemaal aan de hand van weerstandjes die reageren op hun omgeving, dus een LDR of een NTC. De volgende keer gaan we meer kijken naar schakelaars in zo'n automatische schakeling. En dan zie ik je graag bij terug.